Okay. This is another weekend with another adventure, because tomorrow I was randomly invited to something in Belgium called the Insectorama. And I thought, you know what, why not? I'm gonna check it out, I'm gonna film it, so all of my viewers can decide for yourself if it's worth it or not. So what is the Insectorama? Well, I know they sell dead insects, I know they sell live insects, I know everybody there will be there for insects, so it could be interesting for me because I happen to like insects a lot. So yes, comrade, today I'm gonna show you the next step in my master plan. Traveling to glorious country of Belgium, to buy many insects for glorious motherland. Thank you for watching. And I think it will be, I don't know the English name for the French part of Belgium. I think it's in Wallonia. What do you call it in English? And then in Dutch we have like Vlaanderen and Wallonia, but yeah, a lot of the spoken language there is French. I don't know if any of you can speak French. I considered learning it once, but Français n'est pas difficile, mais étudier la langue prend beaucoup de temps. So I haven't mastered it yet, but I know some basic French. But that's way beside the point. I'm starting to ramble like a gossip girl. Let's go. And off we go. So now I have to ride my bike for 30 minutes to the train station. You must be wondering, Bart, why so many dark footage? I was looking on Google how to make travel documentary, and it said must include many footages of the landscape. So here you have glorious landscape. But Google taught me nothing about filming in daylight. So I guess you must be using of imagination, just like we did in Soviet Union. If we had breakfast, we imagined bread with imagination, because there was no food. It's cold outside. You know what? I hate autumn and winter. This is safe for the weekend. Leuk. What's up there, everybody? So right now I'm at a friend's house, about to go sleep. I'm crashing at his place. He's a collector of butterflies and moths, of course. So are most of my friends. Not all of them, but most of them. And it's 2 o'clock and we gotta get up at like 6 o'clock. So I will only be getting a few hours of sleep, but I don't care. Good night, everyone. Good morning, friends. It's time to go to Belgium. Je moet naar levende insecten gaan kijken. Ja, die zullen ze vast wel hebben. Mais donc ma question, parce que j'en ai acheté des comme ça il y a quelques minutes, est-ce qu'on peut les prendre en main? Ah non, pour les changer. Het zijn echt hele gave beesten. Ik had nooit gedacht dat Epicopeia zo groot kon zijn, dus groter dan die echte papilio's. Maar nee, bijvoorbeeld deze. Die is aan €18, hè? Wacht, ik mimicry complex. Ja? Okay, deze is €18, die heb ik verschillende in Cuba gevangen van deze. Oh ja, die, hoe heet die ook alweer? Die, ja, doet er niet toe, maar die hebben verschillende dagen. Kijk hier zo, twee verschillende kanten. Die Terra Festival of zo is het. Heb je die ganiotroop gezien? Kijk, dit half vrouwelijk, hier een stuk vrouwelijk en hier mannelijk. Hier ook. Hij is, deze hier zo, kijk, dit is een stuk vrouwelijk gedeelte en de rest mannelijk. En deze dan? €1300. En die? 3000? €60 of zo, weet je. Niet dat ik wat ga kweken voor geld, maar en ik, als ik zo makkelijk van die andere Epicopeia er een stuk of 500 kan kweken, ik denk ja. Je moet je hobby ook een beetje bekosten. Ja, nou precies, weet je. En, het is gewoon, deze zijn ook vet, die Epiphora's. Die probeer ik al een paar jaar te kweken, maar dat mislukt. En zo dan. Daarna. Ik koop hier op Terix Jehova. Toch jammer dat zo'n mooie vlinder dan toch naar een god wordt vernoemd, hè? Jij hebt je Facebook vrienden gevonden, ze vinden jou. Tuurlijk vinden ze mij. Volgens mij komt door je kapsel. Mijn kapsel is mijn trademark. Ik moet straks even al wat materiaal zoeken. Ah non, non, je ne comprends pas. Můžeš to složit? Co? Já tohleto se neodvažím složit. Flash your chest. Dun 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 dun. What's that? Small ones. Lasio campa quercus. Hey, I have a few from Spain right now. I have like Lasio campa cerula. Cerula potatoria. Quercus. Dendolimus pini. Oh, I have that one too from Spain, Iberica. Ja, datum daar weet je niet meer voor de verdere rest. Voilà, ik heb het gedaan. Malacosoma neustria. Met een persoonlijke verzameling is het zo. Harry Potter, c'est une série de... Ja, ik ben hier hoor. Ja, af en toe moet ik jou eventjes... Ja, alles even vastleggen hoor. Ja, ik word af en toe... even gekaapt. Oh, tu as eu tous les deux sur le Saint-Pierre. Oui, mais là, c'est pas là. En daar heb ik eentje van dingen. Kijk hier een mooie gele vorm van, weet je, de weegbreedbeer. Dominula. Ja, ja, ja. Friesland waard. Goed spul. females, I know. Yes, females. I know. That's this one. Okay. And this one is sort of... Avec un gars qui avait 20 ans de qui était hyper motivé. Moi j'étais moyennement motivé. Bon, j'ai perdu mon père et ma mère en 4 mois. Ah donc, ouais, donc... Ça m'a... Bon, il y avait l'âge, hein, mais bon, m'empêche. Oui. Que c'est quand même des moments qui sont pénibles. Et je me suis dit, allez, je vais aller... Oh. Oui, c'est un... De dag, nachtvlinder. De nachtvlinder die overdag vliegt. Die pepsis. Ja, Ruben. C'est toi. Tu peux expulser. Oui. Dis-moi. Pas la dernière. Mais attends, tu l'avais pas repéré, c'est pas. C'est sympa. C'est un grand coup. Vas-y, goûte un truc. Souvent aussi quand se trouver des idées pour faire comme €250 voor zo'n witte Arktiakije. Ja, dat zijn wel bijzonder. Deze ook, hè? 1750, hè? Deze. Maar die vorm kan je gewoon kweken als je geluk hebt. Ja, als je geluk hebt, daar komt het. Moet je maar net het geluk hebben dat je zeg maar een apparaat vindt. Nou, ik heb veel geluk, ho ho. Gewoon net zeggen, dit zijn allemaal wel... Het is allemaal een klus voor mij. Die is wel mooi, hè? Je hebt ook heel de donker en zo, hè? Kijk, dit is ook een vorm, hè? Met dat gierig achtervleugel en deze met die andere. Ja. Kom een vorm, hè? Deze die komt ook wel eens tegen. Wat is de herfstspinner? Oh wacht. Lemonia Dumi. Ja, waarom is die zo prijzig? Het is toch gewoon een algemeen beest, of niet? Ja, sommige zijn helemaal prijzig. Die wou Bas graag hebben, hè? Die. Lemonia Dumi? Ja. Ik ga ze kweken. Oké. Okay. Neems is geworden. Die? Je weet ja, ja, dat is die palmot, die is invasief. Ja, ja. Hij had geen tijd. Die zaterdag ben ik eigenlijk. Ik had je aan de plant gezet, dat ingebonden helemaal. Poef. The end. Это все. До следующий день. Bye bye. No, but seriously guys, without trolling this time, let me know what you think about these type of videos. What do you want to see? What would you like me to review for you? Yeah, it was an abrupt ending, but I didn't want to film the entire trip back. I mean, that's way beyond the point of the video. I think in my previous video where I traveled, I added too much bullshit at the end. Yes, I said the word bullshit. So let's make it nice and short. That was it. Thanks for watching. Until next time, this was Bart Coppens.